Welkom. We zijn hier op de Koningshof in Utrecht. En het is 25 februari. Het einde van een warme week. En we staan hier voor mijn bijenkasten op de Koningshof. Om eerste filmpje. Om een jaar in de bijen te laten zien. Wat gebeurt er allemaal in het bijenvolk zo tijdens het jaar? En het leek me leuk om daar een serie filmpjes van te maken. Dus vandaag de eerste jaar bij de bijen van Mark Koren. Oké dan, we gaan kijken naar wat ze allemaal aan het doen zijn. Komen, ze zoomen om mijn hoofd. Echt super vet om ze zo mooi rustig te zien vliegen. Heel tof. We kunnen even een kast openmaken om te kijken wat daar allemaal te zien is. Oké, met Mark en Pijp. Sta ik nu in de achterkant. Kan je al goed hierdoor de bijen zien. Even kijken of ik je zo neer kan zetten. Ja, het is dat het zo'n mooie dag is en dat het al een tijdje zo mooi weer geweest is. Als probeer je niet zo vroeg in het jaar. Ze hebben nog genoeg voer. De kast is nog zwaar, dus dat is mooi. Te veel bijen zitten. Echt leuk vinden ze dit natuurlijk niet. Van een huis. Hier is de andere kast. Kan je die zo zien? Ik wil de band even losmaken. Dan kan ik voelen hoe zwaar die is. Ja, dat is een stuk minder zwaar, maar het ziet er ook nog wel goed uit. Weinig dode bijen.
op de bodem van bij de kasten. Dus ik laat deze lekker voor wat het is. Ik ga hem niet openmaken. Want hoewel het natuurlijk mooi voor jou voelt, is dat het absoluut nog niet. En hoewel ik er zin in heb om even te kijken hoe het met ze gaat, kan ik dat maar beter niet doen. Ik kom weer mee naar huis. Goed. Eerste voorjaarsinspectie. Wat was hem dan? Bij de Koningshof in Utrecht. Succes!